Op de onderkant van een waterkoker lees je de volgende informatie. Je wil water op kamertemperatuur koken. Bij 220 volt duurt het 4 minuten om de volledig gevulde waterkoker te laten koken. Er wordt gevraagd om de weerstand van de waterkoker te berekenen. Hoe lang het zal duren om bij 240 volt evenveel water te laten koken. En hoe lang het zal duren om bij 220 volt de helft van de hoeveelheid water te laten koken. En bereken de stroom die loopt in de drie verschillende situaties. In eerste instantie gaan we de weerstand van de waterkoker berekenen. We kennen de formule: het vermogen is de spanning in het kwadraat gedeeld door de weerstand. Als we dat omvormen, is de weerstand gelijk aan de spanning in het kwadraat gedeeld door het vermogen. Vul je de getalletjes in: 240 kwadraat gedeeld door 2200 watt. Dat is de informatie die we halen uit het etiketje op het toestel. Dan komen we aan 26,2 ohm. Hoe lang duurt het om evenveel water te laten koken bij 240 volt? Wel, we weten dat de hoeveelheid warmte die we nodig hebben gelijk is aan het vermogen maal de tijd. Ja, je weet, vermogen is warmte gedeeld door de tijd, of energie die je nodig hebt, of arbeid die je levert gedeeld door de tijd. Omgevormd wordt dat warmte is vermogen maal tijd. Goed, die warmte kunnen we berekenen. Dat is m maal c maal delta theta. Delta theta, de temperatuursverandering, m de massa en c de soortelijke warmtecapaciteit van water. Je kan die formule omvormen en daaruit kan je dan delta t gaan halen. Delta t zal gelijk zijn aan de soortelijke warmtecapaciteit van water maal de massa maal het temperatuursverschil gedeeld door p2. Wat is nu het verschil tussen die p2 en die c water maal m maal delta theta? Wel, heel eenvoudig, het totaal vermogen, dat is het maximale vermogen, dat is 2200 watt. Dat is, wil zeggen dat er eigenlijk per seconde 2200 joule aan elektriciteit uit het net gehaald wordt. En die C water maal M maal delta theta, dat zal uw nuttig vermogen zijn. Dat is die 1850. Die 1850 watt wil zeggen dat er per seconde 1850 joule aan energie gebruikt wordt om het water op te warmen. Wat is het verschil? Ja, het verschil gaat verloren of wordt omgezet naar onbruikbare energievormen. Vullen we die gegevens in, dan komen we op een tijd uit van 3,4 minuten. Hoe lang zal het duren om bij 220 volt de helft van de hoeveelheid water te laten koken? Wel, we hebben eigenlijk dezelfde formule, maar wat verandert er aan die formule? Die m, die moeten we delen door 2. Ja, dan zien we dat eigenlijk onze tijd gedeeld wordt door 2. Ja, dan wordt dat in plaats van 4 minuten, wordt dat 2 minuten. En bereken de stroom die in de verschillende situaties loopt. De stroom zal gelijk zijn aan de spanning gedeeld door de weerstand. In de eerste situatie is dat dan 220 volt gedeeld door 26,2 ohm, is 8,41 ampère. In de situatie bij 240 volt is dat dan 240 volt gedeeld door 26,2 ohm, is 9,17 ampère. Goed, een frietketel met een vermogen van 3,2 kilowatt brengt 3,0 liter olijfolie met een temperatuur van 20 graden in 4 minuten 45 seconden op een temperatuur van 180 graden. Bereken het rendement van de frietketel, zoek de ontbrekende gegevens op. Het eerste dat we gaan bepalen is, ja, wat is de massa van die olie? De massa van de olie kunnen we bepalen door de massadichtheid van de olie. Dat is een ontbrekend gegeven. Zoeken we op 0,92 maal 10 tot de derde kilogram per kubieke meter te vermenigvuldigen met het volume. 3,0 liter, opgelet, moet je in kubieke meter zetten. 3,0 liter is 3,0 maal 10 tot de min derde kubieke meter. Op die manier bekom je tot het gegeven dat de frietketel 2,8 kilogram olie bevat. De tijd gaan we omzetten naar de SI-eenheden, 4 minuten en 45 seconden. Dat zal 4 maal 60 zijn, 240 plus 45, 285 seconden. Het temperatuursverschil is 180 min 20, is 160 graden. Wat zal de verbruikte energie zijn? Verbruikte energie is vermogen maal de tijd.
de verbruikte energie. Het vermogen is 3,2 kilowatt of 3,2 maal 10 tot de derde watt maal 2,85 seconden is 9,1 maal 10 tot de vijfde joule. Dat is de energie die verbruikt wordt. Wat is de nuttige warmteproductie? De energie die we nodig hebben om die olie van 20 naar 180 graden Celsius op te warmen. Ja, MC delta theta. 2,8 maal 1,65 maal 10 tot de derde. Dat is de soortelijke warmtecapaciteit van olie. Dat is ook een gegeven dat je moest opzoeken. Maal het temperatuurverschil en dan kom je aan 7,4 maal 10 tot de vijfde joule. Met andere woorden, we hebben 7,4 maal 10 tot de vijfde joule nodig om die olie op te warmen, maar er wordt 9,1 maal 10 tot de vijfde joule uit het net gehaald. Wat zal het rendement zijn? De verhouding van die twee. En dan kom je aan een rendement van 80%.